Hallo allemaal, jullie kijken naar deze video omdat jullie moeite hebben met opdracht 15. Nu, ga niet verder met deze video vooraleer je de oefeningen zelf hebt geprobeerd. Vooraleer je deze verbeterd hebt aan de hand van de ingevulde cursus die je op Smart School vindt. Of voordat je je begrippen kent. Hè? Dus je moet natuurlijk weten wat de elektronegativiteit is en wat het verschil is tussen een apolaire en polaire binding en ook wat een apolaire en polaire verbinding is, want daar zit wel een verschil in. Hè? Als je dat niet weet, ga dan nog even terug in de cursus kijken. Wat moeten we allemaal geven? Ten eerste O2, zuurstofgas, hè, dat is een stof dat je zou moeten kennen, moet je de structuurformule of de Lewis-structuur van kunnen geven. Bij elk atoom moet je de partiële lading geven, maar daarvoor moet je natuurlijk ook eerst de EN kennen. En ook de vectoren tekenen. Natuurlijk, dat is enkel als dit ook kan, want dit kan natuurlijk ook niet altijd. Dat zal je zelf, direct ook wel zien. De structuurformule van zuurstofgas, O2, dus ik teken sowieso al twee ootjes, hier en hier. Voilà, dit is mijn zuurstofgas. Nu, als we in het periodiek systeem kijken, want dat moet je ook altijd bij de hand hebben bij elke oefening, merken we dat zuurstofgas 6 valentie-elektronen elk heeft. Dat betekent 6 voor deze en 6 voor deze. Zij gaan dus, als zij maar 1 elektron met elkaar gaan delen, dan hebben ze er elk nog maar 7. En we weten allemaal, voor de edelgasconfiguratie te bereiken, hebben zij er 2 nodig. Dus die 2 kunnen we al tekenen. We gaan er hier eentje tekenen en hier eentje. En we gaan er hier eentje tekenen en hier eentje. Dus dat zijn er al 2 die zij gaan moeten delen. Die gaan we direct verbinden. Elk zuurstofatoom heeft er dan nog 4 over. En wij tekenen die als streepjes, want wij tekenen die per paar. Voilà. Zo, nu verbinden we de gemeenschappelijke elektronen. En we hebben ervoor gezorgd dat zij elk 8 elektronen hebben. En dus blij zijn, want zij hebben de edelgasconfiguratie bereikt. Voilà. Hebben we gedaan. De partiële lading kunnen we nog niet tekenen. We hebben eerst de EN nodig van elk atoom. Dat zullen we ook al eens geven. De EN van O. Kijk, vlug in het periodiek systeem is 3,5. En we hebben maar 1 element. Dus we hebben ook maar 1 EN-waarde. Dat betekent dat deze O met een kracht van 3,5 trekt. Maar deze O trekt ook met een kracht van 3,5 terug. Dus eigenlijk gaat de ene naar rechts trekken en de andere naar links trekken. Aangezien zij even sterk zijn, gebeurt er dus eigenlijk niks. Dus de gemeenschappelijke elektronen, want daar gaat het om hier, hoe hard dat zij daaraan trekken, blijven gewoon op hun plaats staan, waardoor de moleculen geen positieve en negatieve lading krijgt. En dat kunnen we ook zo invullen, want een stof die geen positieve en negatieve lading heeft, die is natuurlijk apolair. Heel goed. Hè? Hoe kunnen we dat formuleren? Deze stof heeft apolaire bindingen, omdat de EN elkaar opheft. Hè? Ze trekken even hard aan elkaar. Dus EN heft elkaar op en geen van beide atomen trekt harder. Er is geen positieve en negatieve kant. De stof zelf is natuurlijk ook apolair. Als een binding apolair is, is de stof zelf ook altijd apolair. Het gaat hier trouwens ook maar over een stof met 2 atomen. Dus sowieso is die ook apolair. Er is nog altijd geen positieve en negatieve kant als we naar de moleculen in het geheel kijken. Hè? Dus we schrijven op, omdat de binding apolair is deze verbinding ook apolair. Er is geen positieve of negatieve kant in de moleculen. Voilà. Goed, dat was de eerste oefening. Op naar de tweede. Voilà, hier is dan de tweede oefening met H2O. Structuurformule voor H2O zou je ondertussen moeten van buiten kennen. Dat is iets dat we al een aantal keer gezien hebben en dat je zeker moet kennen. H hier en een H daar.
En natuurlijk een O, want H2O is een geknikte structuur. Daar komen we nog direct op terug. H heeft één valentie-elektron en verbindt zich met een valentie-elektron van O. Deze ook. Dat betekent, hè, O hebben we net gezien, die heeft er 6. Die heeft er nu al 4 in het totaal. Hij moet er 8 hebben. Hij had er 6. We hebben er al 2 getekend. En hier zijn er nog 4 bij. Voilà. Dus dit is de structuurformule van H2O. We beginnen met de EN even op te schrijven. Dus de EN van H is gelijk aan 2,1. En de EN van O is gelijk aan 3,5. En zo zien we al dat er hier wel een verschil is. Dat die EN van O dus veel groter is dan die van H. Dat betekent, als de EN van O groter is, wie trekt dan het hardst aan deze? Want het gaat hier om deze gemeenschappelijke elektronen. Wie trekt daar dan het hardste aan? Inderdaad, O die trekt daar harder aan. Dat betekent dus ook dat ik een vector kan tekenen van H naar O. En het gaat hier even om een binding. En een binding is één binding tussen twee atomen. Dus ik ga nog niet naar de verbinding kijken. De verbinding is H2O. De binding is één van de bindingen tussen H en O. En we merken dat als die gemeenschappelijke elektronen naar O worden toegetrokken en elektronen zijn negatief, dan gaat die O dus negatief geladen worden. H die verliest dat ene elektronnetje dat hij had. Hij verliest het niet helemaal, maar het wordt toch een beetje weg van hem getrokken. Dus hij gaat een positieve lading krijgen. Normaal zouden we dat schrijven als een delta, maar ik kan hier geen delta tekenen. Dus ik schrijf het eventjes als een D en we schrijven dus delta plus. Die van O ga ik nog niet schrijven. Daar kom ik direct nog eventjes op terug. Deze H is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Die krijgt ook een delta plus aangezien hij ook dit elektronnetje verliest. En we zullen daar ook ineens de vector bij tekenen. Dus H verliest zijn elektronnetje een beetje aan O. Dus dat minneke gaat weg, waardoor hij dus een beetje positief geladen wordt. Waarom heb ik nog eventjes met de delta van O gewacht? Omdat O2 elektronen krijgt. Dus we zeggen niet dat O negatief geladen wordt, maar dat hij zelfs dubbel geladen wordt. Dus eigenlijk schrijven we dat hier als D2 min. Dus niet D min, maar D2 min. Voilà. Dus mijn structuurformule is vervolledigd met de partiële lading, de EN en de vector. Rest ons nog eventjes op deze twee vragen te antwoorden. Dus als we kijken naar één binding, want dat is wat een binding is één streepje, tussen H en O in dit geval, dan kunnen we zeggen dat die apolair of polair is. Ik zie duidelijk een plus en een min, dus inderdaad polair. Het is dus een polaire binding, omdat O harder trekt aan de gemeenschappelijke elektronen en daardoor komt er dus een positieve en een negatieve kant. Schrijf dat eventjes op. Omdat O dus harder trekt aan de gemeenschappelijke elektronen en daardoor een plus- en negatieve kant heeft. De verbinding zelf is natuurlijk heel H2O. Dat is de verbinding. En als we dan kijken naar die zwaartepunten, deze pijl naar linksonder, deze pijl naar rechtsonder. Dus eigenlijk kunnen we in totaal besluiten dat die binding eigenlijk vanonder duidelijk negatief geladen is. En van boven positief geladen is. Er is een asymmetrie. Als het symmetrisch zou zijn, dan zouden die ladingen zich opheffen. Maar we zien hier heel duidelijk door die twee vectoren dat de binding eigenlijk naar onder wordt getrokken. Dus de stof zelf heeft ook een positieve en een negatieve kant. Kan je onthouden doordat er geen symmetrie is. En als er geen symmetrie is of er is een asymmetrie, is de verbinding dus ook polair in dit geval. Het zou dus kunnen dat er een stof is met een polaire binding die in het totaal toch apolair is.
Maar in dit geval, water heeft altijd polaire bindingen en de verbinding zelf is ook polair, omdat dat de elektronen naar O worden getrokken. De molecule zelf heeft een positieve en negatieve kant door de asymmetrie. Voilà.